verkiezingen komen, DNL, CS, daartoe open ik de stemming. Jullie hebben een motie ingediend over de belasting bij de, van de schepen. Jullie worden een uitzondering voor de, bij de, tijdens de havendagen. Hoe is daarmee afgelopen? Ja, die heeft het helaas niet gehaald. Kan dat betekenen dat, dat we weer geen havendagen krijgen? Nou, die kans zit er natuurlijk dik in. Volgens het college kon het juridisch niet. Hè, een uitsluitsel te maken zeg maar, voor evenementen in de verordening. Maar het vreemde is natuurlijk wel dat andere plaatsen als Werkendam, Kampen, et cetera, zeg maar, allemaal wel zeg maar, zo'n vrijstelling hebben geregeld in de verordening. En in Almelo, hier werd de motie door, door de wethouder ontraden. Ja, hij werd ontraden, want hij kon juridisch niet, zei hij. Maar hij ging er niet op in zeg maar, waarom het dan in andere steden juridisch dan wel kan. Het kan natuurlijk gewoon juridisch. En bij de gemeente Hoorn hebben ze ook aangegeven dat het juridisch dus wel kan. Dus, maar schijnbaar kan het in Almelo niet. Ja, dat wordt moeilijk voor de Almeloze havendagen, denk ik. Heeft u het idee dat willens en wetens de havendagen worden tegengewerkt? Nou, dat weet ik niet. Ik heb net al de opmerking gemaakt dat de doorsteek voor de Almeloze havendagen was. Maar dan moeten we even afwachten hoe dat verder loopt. Maar we zullen ons in blijven zetten voor de Almeloze havendagen. Dus dit krijgt nog wel een staartje, denk ik. Maar is de wethouder nog met een alternatief gekomen om de mensen, de schippers, toch tegemoet te komen? Nee, er is verder geen alternatief. Alleen voor historische schepen. Die geregistreerd staan en zo? Ja, dat klopt. Maar je kunt voor de rest dus eigenlijk niks organiseren. Je kunt geen Almeloze havendagen organiseren met bijvoorbeeld mooie zeilschepen. Of de Almeloze havendagen met mooie jachtschepen. Dat kan allemaal niet. Ja, of ze moeten de hoofdprijs betalen, al die schippers. Maar dat gaan ze niet doen, dus dan slaan ze Almelo over.